Welkom bij de Ten Brinke Groep. Mijn naam is Henk Ten Brinke, een van de mededirecteuren van Ten Brinke. Ons bedrijf is 62 jaar geleden opgericht en begonnen met het vervoeren van zand en grind. Tegenwoordig zijn we hierin nog steeds actief, maar ook grondwerk, transport van bouwmaterialen en recycling van bouw- en sloopafval behoort reeds tot onze werkzaamheden. We zijn uitgegroeid naar een bedrijf van 35 werknemers. Waarvan er nog steeds 12 Ten Brinke heten, dus een echt familiebedrijf. Transportbedrijf Ten Brinke bestaat uit 18 voertuigen die dagelijks onderweg zijn voor een groot aantal vaste klanten. Voor zand en grind kunt u nog steeds bij ons terecht. Vrachten van 1 tot 25 kuub zijn geen probleem. Ook het leveren in Big Bag of het afhalen van diverse soorten zand en grind behoort tot de mogelijkheden. Verder vervoeren wij bouwmaterialen zoals steiger, units, kozijnen, dakelementen, machines en opslagcontainers. De vrachtwagens die hiervoor ingezet worden zijn uitgerust met autolaadkranen. Recycling Ten Brinke is een bedrijf dat zich bezighoudt met het inzamelen, verwerken en recyclen van afvalstof. Onze hoofdactiviteit is het verwerken van bouw- en sloopafval. Nadat de containers vol over de weegbrug zijn gegaan, worden ze gestort in onze sorteerhal. Hier worden ze verder verwerkt. Het sorteren gaat in een aantal fasen. De eerste is die van het grove voorsorteren, gevolgd door het machinale sorteren. Onze sorteermachine heeft een capaciteit van 15 ton per uur. Machines kunnen veel, maar het zijn mensenhanden die het sorteerproces afronden. Gips, ijzer, hout en restafval, alles wordt gescheiden afgevoerd voor verschillende verwerkingsmethodes per categorie. Puin- en steenachtige materialen worden door ons verzameld, gebroken en omgezet in een nieuw product. Voor al uw grondwerken bent u bij Ten Brinke aan het juiste adres. We beschikken over een uitgebreid machinepark en verrichten grondwerk voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw. Onze vakmensen staan borg voor het juiste eindresultaat, mede door ons moderne machinepark en certificering op diverse vlakken.